In de Nationale Assemblee heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dotson, informatie gegeven over de plannen van de regering om de energievoorziening in het binnenland te verbeteren. Wij voeren u terug naar dat moment. Er zijn inderdaad klachten die we kregen vanuit het hele binnenland. Er zijn wat challenges waarmee we te maken hebben als ministerie van NH. Het zij met de levering van brandstof en de levering van onderdelen van de verschillende machines. Dat zijn de zaken, de challenges die we aan het oplossen zijn. We zitten in een financiële constraint en het lukt ons niet altijd om dat klein onderdeeltje erbij te halen en op tijd te voorzien aan de dorpen. En dat is, daar dokken wij niet voor, daar geven wij duidelijk aan dat er challenges zijn op dat vlak. Maar mevrouw de voorzitter, ik heb vandaag nog een meeting gehad bij mij op kantoor. De dienst elektrificatie onder leiding van de OD Harris, die heeft een totaal overzicht gemaakt. Ook ingegeven door het project dat we met India doen, daar kom ik straks op terug. Een totaal overzicht van alle machines, wat de technische stand is nu op dit moment. Er is een bepaald bedrag uit voortgevloeid, wat er nu nodig is. Er is ook een gesprek gehad, geweest met de leveranciers. Die hebben aangegeven dat bij een deelbetaling zij de technische zaken ter beschikking zullen geven, de onderdelen ter beschikking zullen stellen, zodat er versneld gewerkt kan worden aan Loka-Loka, Ovia Olo, etc. Alle dorpen in het binnenland hebben onze aandacht voor wat betreft elektriciteit, mevrouw de voorzitter. Voor wat betreft de spoedgevallen, er zijn ook aanvragen die binnenkomen, maar als de pot weinig is, dan kunnen we ook weinig doen voor de gemeenschap. We zijn bezig met kunst- en vliegwerk, de probleemgevallen, ook het geval Loka-Loka is mij onder de aandacht gebracht, ook met name door de beheerder van het station. Is ook doorgegeven aan dienst elektrificatie. We zorgen ervoor dat wij de gebieden die er zijn, er is ook aangegeven, of via Olo is ook doorgegeven, dat wij dat zo snel als mogelijk hebben, de bijzondere gevallen zo snel als mogelijk proberen te doen en de rest ook meenemend in het geheel. Mevrouw de voorzitter, het gebeuren eigenlijk met elektrificatie binnenland. Wij van de regering hebben een hele andere aanpak. We hebben een deel waarbij we uit eigen middelen gaan voorzien, of dus financieren, en een deel uit de creditlijn met India. Wat we hebben gedaan, mevrouw de voorzitter, we hebben een systeem ontwikkeld aan de hand van de realiteit van ons elektriciteitssysteem. We hebben 133 dorpen hebben we geïdentificeerd. En die dorpen hebben we opgemeten, we hebben gekeken naar de stand, de solar exposure zoals dat heet. En we hebben aangezien dat vanwege het rendement van 20% gemiddeld dat we krijgen, soms is het minder, soms is het iets meer, dat wij niet alleen kunnen rekenen op een solar systeem. Dat we een hybride systeem moeten opzetten, een hybride bestaande uit solar en het bestaand geïnstalleerd thermisch vermogen, dus een generator die daar is. Op basis daarvan hebben we een hybride systeem ontwikkeld dat gevoed zal worden door een batterijbank. En de batterijbank zal op zich gevoed worden door de generator of door de solar systeem, indien het zonlicht aanwezig of het daglicht aanwezig is. Dat zijn we nu aan het uitwerken samen met de consultants van India. En de dataverzameling gaat goed. Ondanks wat technische zaken die we hebben, wat financiële constraints die we hebben, gaat de dataverzameling goed. En als alles goed is, mevrouw de voorzitter, willen wij januari 2020 zover zijn met de installatie van de systemen.